عشقت رو من میگن Ik ben eindelijk weer terug met een video. Ik ben echt zo blij dat ik weer ga opnemen, want het heeft echt te lang geduurd, ook voor mezelf. Maar ik had echt besloten om even de tijd te nemen voor mezelf. Zoals jullie weten heb ik dus een operatie gehad en het was voor mij best wel een heftige operatie. En ik wou mezelf de tijd geven om gewoon eerst aan mezelf te wennen en gewoon goed te herstellen voordat ik een video zou opnemen. Dus bij deze... I'm back, bitches! Waarom het zo lang heeft geduurd? De eerste 3 weken was mijn neus... Jongens, het was zo erg opgezwollen. 2 keer dikker dan wat ik nu heb op dit moment. Zeg, het was gewoon zo'n dikke dolma op je hoofd. Dus toen dacht ik, no, dit ga ik sowieso niet opnemen. Na 3 weken zag ik er eigenlijk best wel fatsoenlijk uit. Dacht ik. En toen heb ik een foto genomen en heb ik het op Instagram gezet. En dacht ik, oh, nou ja, it's okay. En toen wou ik dus een video opnemen en toen heb ik dat gedaan en toen dacht ik, wauw, nee. Wat er aan de hand was, ik had zeg maar niet echt de controle over mijn bovenlip. Dat komt door de zenuwen. En als ik praatte, dan bewoog mijn bovenlip gewoon niet mee. En als ik lachte, was het gewoon super raar om te zien. Dus toen dacht ik, nee, ik ben zeg maar nog niet camera ready. En dat ga ik ook gewoon mezelf niet aandoen. Dus ik wil echt de controle over mijn hele gezicht voordat ik zeg maar weer ging opnemen. En op dit moment is dat gewoon het geval. Ik moet jullie nog wel zeggen, mijn neus is nog steeds opgezwollen. Vooral bij mijn neuspunt. Dus dit is nog niet het eindresultaat. Ik moet wel zeggen dat ongeveer 80% van de zwelling weg is. Ik zit nu in week 7 bijna. En na 6 weken is 80% van de zwelling weg. Het kan een jaar duren voordat je echt het eindresultaat ziet. Ik ben voor nu echt super tevreden. Ik weet dat sommige mensen kritisch gaan zijn en denken van ja, eerst was het mooier, bla bla bla. Maar ik ben tevreden, ik ben echt super happy. En ik ga nu al jullie vragen beantwoorden. Ik hoop dat jullie begrip hebben voor mijn situatie en waarom ik het heb gedaan. Zo niet, klik dan gewoon deze video weg. Want ik heb deze video echt vooral gemaakt voor de mensen die hier echt interesse in hebben. Voor mensen die mij... constant DM's aan het sturen waren met vragen over mijn neuscorrectie. Echt bedoeld voor de mensen die het echt interessant vinden. Mocht je het niet interessant vinden of vind je plastische chirurgie niks, klik dan gewoon deze video weg. Ik wil als eerst iedereen bedanken voor de lieve berichten. Ik wil ook de mensen bedanken die kritisch zijn voor mij. Die zeggen dat het onnodig is. Zulke mensen heb je ook nodig in het leven. Ze bedoelen het niet verkeerd. Ze bedoelen het goed. Dus AUB mensen, wees lief voor elkaar hieronder. Veel mensen vragen van ja, waarom heb je het gedaan? Je had het niet nodig. Bla bla bla. Kijk, ik vond zelf dat ik het nodig had. Ik snap wel dat sommige mensen denken van ja, ze had gewoon een normale neus. Ze had niet een heel overdreven lelijke neus. Dus ik snap niet waarom ze het heeft gedaan. Maar ik vind persoonlijk niet dat alleen de mensen die een overdreven lelijke neus hebben... een neuscorrectie mogen doen. Het is meer van hoe jij zeg maar over jezelf denkt of hoe jij jezelf ziet. Ik vond mijn neus nooit mooi. Kijk, ik vond mijn neus altijd van de voorkant mooi. Dus ik wilde eigenlijk helemaal niks aan veranderen. Maar van de zijkant, dus mijn profiel, vond ik mijn neus gewoon echt spuuglelijk. En daar wou ik eigenlijk altijd wat aan doen. Mensen denken trouwens nu ook van, ja, sinds ze is gaan vloggen wil ze opeens alles verbouwen en zo. Dat is zeg maar iets wat ik altijd al aan mezelf wou doen, maar nooit... in een video had gezegd. Ik heb het pas 3 maanden geleden of zo gezegd. Van ja, ik zou wel mijn neus willen doen. Maar het is niet zeg maar iets wat ik pas heb ontdekt of zo. Het speelde al veel langer. Ik liep al vanaf mijn 18e bij de KNO-arts. En ik wou toen al een operatie doen. En had het last minute al afgezegd. Omdat ik daar gewoon niet echt ready voor was. Maar ja, ik dacht van, ik ben nu 26... Ik wil het al 10 jaar lang. Als ik het wil doen, dan moet ik het nu doen. Niet pas op mijn 40ste of zo, weet je wel. Dus ik vond gewoon dat dit jaar gewoon mijn jaar was. Mijn jaar. Ik vond gewoon dat dit het jaar moest worden waarin ik mijn neus eindelijk zou doen. En toen heb ik gewoon in een heel korte periode besloten van waar wil ik het doen? Bij wie wil ik het doen? Hoeveel wil ik ervoor betalen? En ja, toen ben ik het gaan doen. Het was dus eigenlijk een cosmetische operatie. Ik heb mijn neuspunt verkleind. Maar
Ik had dus al vanaf mijn 18e ademhalingsproblemen. Toen dacht ik, weet je, ik ga mijn neus doen. Ik ga onder algehele narcose. Ik ga ook een medische operatie doen. Dus ik heb ook mijn ademhalingsproblemen opgelost. En daar ben ik echt super blij mee, jongens. Ik werd wakker na de operatie en ik kon echt zo goed ademen. Ik heb zo lekker geslapen de eerste nacht. Ja, en daarna was ik echt een soort van verkouden geworden. En rook ik niks meer, kon ik niet ademhalen, maar het hoort erbij na de operatie. Maar nu is het echt zo goed. Ik ben echt blij dat ik gewoon zo goed kan ademhalen, dat ik zo goed kan slapen. Ik heb lang niet meer niesaanvallen gehad. Ik heb lang niet meer hooikoorts gehad. Want ik dacht altijd dat ik hooikoorts had. Maar dat kon eigenlijk niet, want ik had het hele jaar door. En hooikoorts heb je natuurlijk, hooikoorts is natuurlijk seizoensgebonden. En ik had het dus de hele jaar door, maar het kwam dus door mijn neus. En dat is nu opgelost. Ik voel me echt goed na de operatie. Dus daarom heb ik het gedaan. Ik wil gewoon een mooiere neus. En omdat het al best wel een heftige operatie was en ik ging onder narcose, heb ik ook besloten om meteen een medische operatie te doen. En dat is waarom het ook medisch is. Klaar! Mensen vroegen zich af waarom ik het in Turkije heb gedaan en niet in Nederland. Want omdat het ook medisch is, kon ik het ook vergoed krijgen in Nederland. Ik snap het mensen zeg maar daar naar kijken van ja, in Nederland krijg je het vergoed, dus je moet het in Nederland doen. Ik vind dat persoonlijk niet belangrijk. En ik zal jullie zeggen waarom. Ik wou het eigenlijk heel graag in Nederland doen. Maar ik vond de resultaten in Nederland toch echt tegenvallen. Kijk, als het alleen maar medisch was, dan had ik het 100% zeker in Nederland gedaan. En dan had ik het ook nog vergoed gekregen. Maar het was ook cosmetisch. Dus ik vind dat echt belangrijk dat je dan zeg maar een goede arts kiest. In plaats van dat je denkt van ja, hey, ik ben toch in Nederland. Ik ga gewoon hier laten doen en ik krijg het lekker vergoed en dan ben ik klaar. Kijk, ik vind over het algemeen vind ik de Nederlandse artsen niet zo goed met neuzen. Kijk, en tuurlijk zijn er mensen die het hier hebben gedaan, die mooie resultaten hebben geboekt. Maar over het algemeen staan ze daar niet zo bekend om hier. En ik ken heel veel vrouwen in mijn omgeving die een neuscorrectie hebben gedaan. Waarvan één het hier heeft gedaan en die is echt niet tevreden. En die heeft me echt afgeraden om het hier te doen. Alhoewel ik ook wel moet toegeven dat er hier één heel goede arts is. Die ik zelf heb benaderd. En ik had bij hem een intake ingepland. Ik heb het toen last minute nog afgezegd. Nou ja, last minute. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. En hij had een enorme wachtlijst. Dus toen dacht ik, weet je wel, ik wil het gewoon dit jaar doen. Ik wil het op mijn 26e doen. En ik heb gewoon geen zin in zo'n enorme wachtlijst. Waarbij ik volgend jaar, bij wijze van spreken, aan de beurt ben. Dus ik heb het gewoon afgezegd en toen ben ik verder gaan zoeken. En dat was de enige arts in Nederland die ik echt een beetje vertrouwde. Ik heb twee vrouwen op Instagram benaderd over hun neus. Omdat ik de resultaten gewoon super mooi vond. Toen kwam ik bij een Duitse arts terecht. Ook een arts waar ik het heel graag bij wou doen. Het was een Duitse arts. Maar hij was echt prijzig. Voor mij, hè? Hij was prijzig voor mij. Misschien voor een ander niet. Maar voor mij, ik vond hem echt een beetje aan de dure kant. Ja, de prijs-kwaliteit verhouding in Turkije vond ik eigenlijk gewoon het beste voor allemaal. En de artsen zijn dan gewoon echt super goed. Gebruiken de nieuwste technieken. En waardoor je ook nog minder pijn hebt. Dus ik heb toen uiteindelijk gewoon voor Turkije gekozen. In zeg maar zoeken welke arts ik nog wel. Welke arts bij mij paste. Veel artsen in Turkije werken toch onnatuurlijk. Omdat de vraag naar echt nep daar heel hoog is. Dus daar, dat is zeg maar hun mooi. Dus een wipneus bij hun is echt mooi. Nee, toen heb ik een oproep gedaan op Snapchat aan mijn volgers van wie is er in Turkije geopereerd of in Nederland en kan me daarmee informatie over geven, want ik zoek een goede arts. Daar kwam het op neer. Uiteindelijk kwam ik in contact met een super lief meisje. Hi Emine. En zij had een foto gestuurd van hoe haar neus na de neuscorrectie eruit zag. En ik vond dat echt super mooi. Het was een heel natuurlijk neusje geworden. En toen heb ik gewoon in principe naar haar arts gevraagd. En ben ik in contact gekomen met haar arts. Haar arts en dus ook mijn arts was Eyüp Bozkurt. Eyüp. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, hè, jongens. Ik ben geen Turk. Maar haar arts was dus Eyüp Bozkurt.
Dit is niet een plastisch chirurg. Want de eerste intake die ik had was met een plastisch chirurg die letterlijk alles deed. Tieten, billen, neus, noem het maar op. Hij deed gewoon het hele pakket. En daar voelde ik me eigenlijk niet zo goed bij. Ik heb dus voor mezelf besloten van, ik wil wel in Turkije geopereerd worden, maar dan wel bij een KNO-arts. En Eyüp Bozkurt is dus een KNO-arts. En daar was ik echt super blij mee, want zoals ik al eerder zei, het is niet alleen een cosmetische operatie, maar ook een medische operatie. Ik heb heel veel vrouwen gesproken die een neuscorrectie hebben gehad. Die daarna juist heel slecht kunnen ademen, omdat plastische rug gaan een beetje te veel voor een perfecte neus, waardoor je eigenlijk niet meer goed kan ademen. En dat is de reden waarom je eigenlijk ook nooit naar een plastisch chirurg moet gaan met een foto van Kim Kardashian. En KNO-artsen werken iets natuurlijker en houden daarbij ook rekening mee dat je daarna goed kan ademen. En ik had natuurlijk al ademhalingsproblemen, dus ik wou echt niet na mijn neuscorrectie nog slechter ademen, want dat zou ik gewoon echt niet overleven. Ik heb voor Turkije gekozen omdat het gewoon betaalbaar is. Goede artsen, nieuwe technieken. Ik heb bijvoorbeeld geen tampons gekregen. En heel veel vrouwen die een neuscorrectie hebben gedaan zeggen van ja, tampons eruit halen was het ergste gedeelte bij mij en zo. Kijk, ik heb het dus niet gehad. Bij mij is allemaal met lezen gewerkt. Mijn neuscorrectie was trouwens wel open. Het was geen gesloten neuscorrectie. Met een open neuscorrectie boek je echt de beste resultaten. Die heb ik dus gehad. Ik heb geen tampons gehad. Na de eerste week moest mijn verband eraf. Een van de meest gestelde vragen. Van hoeveel heb jij betaald voor de operatie? Ik heb in totaal voor de operatie, exclusief zeg maar alles, alleen de operatie. Ik heb zelf verblijf geregeld en vervoer en al dat soort dingen, want dat vind ik gewoon fijn om mezelf te regelen. Ik heb voor de operatie €2000 betaald. En dat is echt een goed prijsje. Ik moet jullie wel zeggen dat het niet een vaste prijs is. Het echt ligt aan je neus en wat er aan moet gebeuren. Want ik heb dus een vriendin die bijna €3000 bij hem heeft betaald. Ik heb een vriendin die €2500 bij hem heeft betaald. Dus het verschilt echt enorm. Het ligt echt aan je neus. En ik heb €2000 moeten betalen. Mijn neus ben laten corrigeren. En ik heb dus ook een medische correctie gehad. Veel mensen vragen naar de pijn en of ik niet bang was en zo. Ik heb het al die jaren, zeg maar, heb ik het uitgesteld. Omdat ik dus bang was voor de pijn en al die dingen. Maar ik moet je wel zeggen dat ik dit jaar wel echt gewoon ready was. Ik dacht echt bij mezelf meer. Jij gaat gewoon dit jaar een neuscorrectie doen als het jou blij maakt. Je zit er al zo lang mee. Je zeurt er al zo lang over. En op het moment dat ik zeg maar het vliegtuig pakte met mijn schoonmoeder. Dat was voor mij gewoon echt een mooi moment. Ik heb al zo lang hierop gewacht. En ik was niet bang. Ik was gewoon ready. Mijn schoonmoeder vroeg mij ook van, ben je niet bang? Ik zeg nee, ik ben echt er klaar voor. En ik moest nog 2 dagen wachten voor de operatie. En ik wou gewoon niet meer wachten. Ik wou gewoon dat het al voorbij was en dat ik het al had gedaan. En ja, ik was gewoon echt ready. Ik was helemaal niet bang. Ik dacht, kom maar op. Ik wil het al fucking 10 jaar lang. Nee, ik was echt ready. Het enige waar ik bang voor was, was voor de narcose. En het heeft ook een beetje met mijn medische verleden te maken. Daar was ik altijd heel erg bang voor. Maar ik heb van tevoren mijn medisch dossier opgevraagd bij mijn huisarts. Misschien ook handig voor jullie om het te doen voordat jullie in het buitenland laten opereren. Alles was oké. Ik was gezond. Dus ik kon gewoon een operatie uitvoeren. En toen ben ik uiteindelijk gegaan met een gerust hart. Zoals jullie weten heeft de narcose bij mij toch niet echt goed uitgepakt. Ik had echt bijna alle bijwerkingen die ik kon krijgen van de narcose. Maar dat duurde gelukkig op maar 4 dagen. Daarna was ik weer heel fit. Ik weet dat jullie van mij een filmpje hebben gezien waar ik helemaal aan het huilen was. Maar dat was gewoon echt een momentopname. Ik heb me daarna eigenlijk alleen maar beter gevoeld. Ik wil wel zeggen van, kijk, niet iedereen hoeft dit mooi te vinden. Hè? Het is gewoon iets wat ik mooi vind. Het kan zijn dat jullie mijn oude neus mooier vonden. Maar het is een neus die mij niet zo blij maakte. En ik voel me nu echt beter dan ever. Het is gewoon week 7 en ik vind mezelf er echt goed uitzien. Ik ben echt happy met het resultaat. Ik kreeg ook veel de vraag van, ja maar wat vindt Nessim hier eigenlijk van? Ja, Nessim vindt dit allemaal eigenlijk niet zo tof. En had liever gewild dat ik niks aan mezelf zou doen. Toen ik met Nessim ging trouwen, wist hij al dat ik dit wou doen. Omdat het ook zeg maar niks nieuws was. Hij wist al toen hij met mij ging trouwen dat ik al mijn neus wou doen. Omdat het dus al iets is wat ik al heel graag wil doen. Hij vindt het heel jammer dat ik dat zeg maar wou doen. Maar achteraf toen mijn verband afging, mijn tweede verband toen ik in Nederland was.
zei hij ook echt van, met zo'n big smile van, dit past wel echt veel beter bij je. En ja, hij is gewoon blij dat het goed is gelukt. Hij was van tevoren wel echt heel erg bang. Hij zat gewoon van tevoren heeft mijn oude neus te kussen. En zo van, oh, ik ga jouw neus missen en zo. Ja, hij stond er in principe niet echt achter, maar heeft me wel altijd gesteund. Maar zoals ik al zei, toen wij gingen trouwen, wist hij al dat ik mijn neus wou doen. Dus het was geen verrassing of zo. De dag van de operatie, hoe die ging. Ik moest om 7 uur volgens mij aanwezig zijn in het ziekenhuis. Ik ben geopereerd in het ziekenhuis in Taksim, Ajibadem. Echt een super mooi ziekenhuis. Ik heb zo'n prachtige kamer gekregen. Het leek wel gewoon VIP. Als je VIP in Nederland krijgt, is het gewoon de normale kamer die je daar krijgt. En ik zat op de kraamafdeling. Echt super schattig. Ik zag allemaal baby'tjes en zo. Echt een goed ziekenhuis. En op het scherm zie je elke keer van wie er eigenlijk aan de beurt is om geopereerd te worden. En voordat de operatie plaatsvond, gingen ze bloed prikken. En heb ik allemaal testjes gedaan. Moest ik vragen beantwoorden. Moest ik formulieren invullen. En dat is de reden waarom ik mijn schoonmoeder heb meegenomen. Want ik kan geen Turks, jongens. En alle formulieren waren in het Turks. De zussen spraken alleen maar Turks. De arts kon amper Engels. Dus dat was ook een beetje lastig. Dus ik ben echt super blij mijn schoonmoeder mee is. Mijn schoonmoeder is Turks, zoals jullie weten. En zij heeft echt het grootste gedeelte gedaan voor mij. Dus dankjewel, Anne. Ik ben jou echt heel erg dankbaar. De arts heeft me achteraf nog gevraagd van, heb je misschien nog verbeterpunten voor mij, bla bla bla. Toen heb ik wel gezegd van, ja, dat ze ook, zeg maar, Engelse formulieren moeten hebben voor, ja, mensen als ik. En niet iedereen heeft natuurlijk een Turkse schoonmoeder. Dus ik ben blij dat ik dat wel had. Maar dat is dus wel een beetje het lastige eraan om geopereerd te worden in het buitenland. In ieder geval, alles was ingevuld. Toen was het mijn beurt. Toen moest ik zo'n operatiekleedje, hoe zeg je dat, zo'n operatiedingetje aan. En toen werd ik eigenlijk meegenomen naar de operatiekamer. Nee, het moment is mij, zeg maar, de operatiekamer inreden. En ik zag mijn schoonmoeder zo zwaaien naar mij, super schattig. Toen was ik wel echt even bang geworden, want ik hoorde de zuster nog tegen mijn schoonmoeder zeggen van, hoe zeg je in het Engels van ademen, weet je wel, voor als ik wakker word naar de narcose moest ze zeggen van adem. Toen zei mijn schoonmoeder breathe en toen dacht ik, oh shit, dat is wel echt fucking freaky. En ja, dat was echt het moment waarop ik even bang was, maar ik was na 3 seconden ook gelijk weg en ik heb er niks van meegekregen. Daarna werd ik wakker naar de narcose. Ik weet nog heel goed, ik voelde mij echt... weet je, de narcose heeft mij gewoon echt zo... Ik voelde me echt zo slecht. Ken je het gevoel in de films dat je, zeg maar, in een diepe, zwarte gat wordt gegooid. En je schreeuwt voor hulp, maar niemand kan je horen. Dat gevoel had ik nadat ik wakker werd van de narcose. Ik was gewoon aan het schreeuwen voor hulp. Help, help. Ik was gewoon echt aan het schreeuwen. Mijn ogen waren echt dichtgelijmd. Ik weet niet wat ze erop hadden, maar... Ik was echt aan het vragen of ze mijn ogen, zeg maar, of ze mijn wimpers van elkaar los konden krijgen. Zodat ik een beetje kon kijken. En ik had dorst, jongens. Ik had echt dorst. In ieder geval, ik werd weer gereden naar... ze ging me weer brengen naar mijn kamer. En daar was mijn schoonmoeder. Toen heeft ze mijn ogen schoongemaakt, volgens mij met haar zuster. Toen ben ik snel nog gaan plassen. En ik had geen pijn. Ik had echt geen pijn. De dag van de operatie, als je wakker wordt en je had, zeg maar, hiervoor ademhalingsproblemen, dan voel je opeens hoe goed je kan ademen. Je voelt dat meteen, want toen de dokter naar me toe kwam, vroeg hij als eerst van, kan je goed ademen? Toen zei ik, ja, echt goed. En ik heb die nacht echt zo lekker geslapen. Mijn schoonmoeder zei ook van, je maakt helemaal geen geluid. Je ademde door je neus en je mond was gewoon dicht. En normaal gesproken sliep ik altijd met de mond open. Ik vond mezelf er niet heel goed uitzien of zo na de operatie. Mijn neus was echt helemaal zo omhoog getild. Het ziet er echt niet uit. En mijn schoonmoeder zei, het eerste wat ik zei toen ik wakker werd was, Anne, heb ik een wipneus? Want dat was denk ik mijn grootste angst aan deze hele operatie. Dat ik een wipneus zou krijgen. Dus ik vroeg meteen aan mijn schoonmoeder van, Anne, heb ik een wipneus? Toen zei ze nee. Volgens mijn schoonmoeder heb ik het wel zo'n 5 keer gevraagd. En toen zei ze op een gegeven moment, toen ik echt, zeg maar, wakker was van, ja, Miriam, je hebt het nu al 5 keer gevraagd. Nou, echt? Maar ik bleef de school vragen, maar heb ik een wipneus? En ze zei, nee, dat nee, nee, nee. En toen keek ik in de spiegel en toen zag ik echt wel dat mijn neus helemaal omhoog getild was. Ik dacht, oh mijn god. Ik zeg, Anne, ik heb wel een wipneus.
Maar ja. Na een week mocht ik dus mijn verband af. De eerste week was voor mij heftig, zoals jullie hebben gezien. Het was gewoon omdat het... ik was gewoon moe, jongens. Ik was echt moe. De eerste week was heftig voor mij. En ik moet jullie eerlijk zeggen, na de vierde dag voelde ik mij echt geweldig. Eigenlijk na een week mocht ik mijn eerste verband eraf. En kreeg ik te zien hoe mijn neus was geworden. Op dat moment was mijn neus gewoon super dik. Maar ik heb jullie al gezegd, ik heb me zo erg voorbereid op deze operatie. Dat ik nergens van opkeek. Ik wist, want ik had zoveel ervaringen gelezen en gezien. En ik had zoveel meiden gesproken die een neuscorrectie hadden gedaan. Dat ik wist dat wanneer de eerste verband eraf gaat, dat je niet tevreden zult zijn. En ik zag gewoon een dikke neus. Ik zag echt twee keer zo'n dikke neus als nu. En ik was gewoon super gelukkig op dat moment. Na een week weer mijn tweede verband eraf. Mijn neus was nog steeds super opgezwollen. Bleef ook een tijdje zo. Tot ongeveer 3 weken. Het weer fatsoenlijk was, zoals ik al zei. Je wangen zijn een beetje opgezwollen. Onder je ogen zijn opgezwollen. Bovenlip beweegt niet mee. Bovenlip lijkt echt alsof, ja, alsof het gevoelloos is, weet je wel. Ik hoop dat ik met deze video al jullie vragen heb beantwoord. Ik heb echt mijn best gedaan. Dit waren echt de meest gestelde vragen van jullie. Ik snap dat mensen het heel raar vinden en ik het misschien met een heel groot publiek deel. Maar ik denk dat mensen ook niet inzien hoeveel vraag hierna is. Ik heb zoveel berichten gehad over deze operatie. Er zijn echt heel veel berichten. En ik heb het hier echt over honderden berichten die ik heb gekregen de afgelopen 2 maanden. En het is ook echt de laatste video over mijn neuscorrectie. Misschien dat ik zeg maar een paar maanden misschien wel een update of zo ga doen. Maar dat is echt pas over een half jaar of zo. Maar voor nu is het echt de laatste video die ik hierover ga opnemen. Ik wil het overigens ook echt even afsluiten. En nu gewoon verder lekker verder met video's maken. En ik zie jullie denk ik bij de volgende video. Like deze video als je het leuk vond. Laat een leuk comment achter. Excuses dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Maar soms moet je ook een beetje egoïstisch zijn. En aan jezelf denken. Voordat je een ander kan pleasen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like deze video. Abonneer op mijn kanaal. En laat een leuke reactie achter. Mwah!